Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft. Woorden van de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Ernst Noorman. Dit zei hij gisteravond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de ambassade op zijn residentie. Noorman noemde als voorbeeld onder andere de verrassende verkiezingswinst van Donald Trump in de Verenigde Staten. Hij vroeg zich af wat dat zal betekenen voor de verkiezingen in Europa, maar vooral die van Nederland op 15 maart. Wat de ambassadeur is opgevallen tijdens zijn periode van 3,5 jaar in Suriname, zijn de vele drop-outs. Naar verluidt eindigt meer dan 50% van de kinderen in Suriname hun schoolcarrière zonder diploma, zegt Noorman. Volgens hem zijn er verschillende programma's die vroege schoolverlaters een tweede kans bieden. Eén daarvan is het CARIU-project dat mede gefinancierd wordt door de ambassade. De ambassadeur zegt verder dat investeren in onderwijs betekent investeren in het menselijk kapitaal van Suriname en daarmee de toekomst van het land. De ambassade heeft daarom de afgelopen jaren projecten gefinancierd op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, taal en cultuur. In totaal zijn er 47 twinningprojecten uitgevoerd, van 2013 tot en met 2016. Naast onderwijs ook op het terrein van gezondheidszorg en taal en cultuur. Eind vorig jaar is het twinningprogramma geëvalueerd. En ofschoon de evaluatie nog niet officieel uit is, kan ik u wel verklappen dat de bevindingen erg positief zijn. Het is nu aan mijn minister van Buitenlandse Zaken en die voor ontwikkelingssamenwerking om deze dagen te besluiten over de toekomst van het programma. Afgelopen jaar is in elk geval wel besloten Suriname een speciale positie te geven in het nieuwe internationale cultuurbeleid. Vanwege de bijzondere relatie tussen onze twee landen is Suriname aangemerkt als maatwerkland. Het nieuwe beleid houdt in dat activiteiten vanaf 2017 meer komen te liggen op de versterking van de samenwerking tussen de Nederlandse cultuursector met de counterparts in het buitenland. Deze wijziging is wereldwijd en niet alleen voor Suriname. Noorman is oprecht blij dat desondanks deze wijzigingen Suriname nog steeds een prominente plaats inneemt in het internationaal cultuurbeleid van Nederland. Daarnaast zal de ondersteuning op het gebied van gedeeld cultureel erfgoed en sport normaal voortgang hebben, zegt de ambassadeur. En net als het afgelopen jaar zal ook in dit nieuwe jaar de intensieve politiesamenwerking worden voortgezet. Ook zullen we waar mogelijk opnieuw activiteit in het kader van mensenrechten en LGBT-rechten steunen. Onder andere om de maatschappelijke acceptatie van seksuele diversiteit te bevorderen. In dit licht juich ik u dan ook het initiatief toe van de minister van Justitie en Politie om dit jaar te werken aan een antidiscriminatiewet. En, dames en heren, heel vers van de pers, de verklaring van Paramaribo, die vandaag door 16 bedrijven is ondertekend om genderneutrale CAO te realiseren. Ik wil graag Parea feliciteren met het prachtige resultaat. De Nederlandse ambassadeur in Suriname, Ernst Noorman, hij sprak gisteravond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de ambassade op zijn residentie. De diplomaat deelde de aanwezigen ook mee dat dit zijn laatste nieuwjaarsrede is. Hij zal samen met zijn vrouw Henneke Suriname medio dit jaar verlaten.